Good morning YouTube, het is je favoriete Pompert, back met een nieuwe video. Pompert, Spike Live Vlogs! Hoe de fuck werkt dit? Pompert, hoor eens even! Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo! Jullie zien het wel weer aan mijn funky kapsel, je boy is net wakker. Dit is inmiddels al het tweede bakje koffie. Even Joey Schaar kijken. Plan voor vandaag is, ik zou eigenlijk heel vroeg een afspraak hebben. Dus ik bel die man op. Kan niet, afspraak gaat niet door. Oké, lekker dan. Dus misschien toch maar even langs Happy Duck vandaag. Even de bike schoonmaken, dat kan hij wel gebruiken. Koen wou ook heel graag naar Happy Duck om even zijn motor schoon te maken. Dus misschien bel ik die ouwe wel eventjes op. En dan rijd ik met hem mee die kant op, want hij weet het niet te vinden. Hij heeft geen navigatie, hij is echt oldschool. Ik heb ooit een keer... Heb ik hem ergens naartoe gestuurd en toen heb ik gewoon een blaadje op zijn tank geplakt. Met eerste stoplicht rechts, tweede stoplicht links, rondom rechtdoor. Geweldige oldschool navigatie. De hondjes liggen nog lekker te slapen. Deze is dol op de zon. Ja, lig je lekker in het zonnetje, hè, plaatje. En kijk, die andere stinkert. Let niet op de teringzooi in de slaapkamer, ik moet nog even het bed opmaken. Hey, stinky. We hebben hier een stoel staan in de slaapkamer, waar we dan kleren op kunnen leggen en zo, noem het maar op. En dat is zijn vaste slaapplek, dus elke ochtend als ik wakker word, dan kijk ik en dan zie ik deze stinker liggen. Hé, stinkerbeer. Hé, stinkerbeer. Lig je lekker nog te slapen? Papa je wakker gemaakt? Huh? Komt zij ook aan? Ga jij een bakken maken, Luna? Oh, nou kom je wel eruit. Nesla is zo lief geweest om die honden vanmorgen alvast uit te laten, dus dat hoef ik in ieder geval niet te doen. Alleen nog even douchen, even dat funky kapsel eventjes in orde maken. Dan ga ik wel even Kapkoen Kap bellen en dan gaan we denk ik eventjes naar Happy Duck. Ik weet niet wat ik nog meer wil gaan doen vandaag, misschien even met Flip rijden straks, dat vroeg hij. En ik moet deze band die erop zit toch opmaken, want ik wil een nieuwe erop gooien voor ROC, misschien kunnen we dat ook vandaag doen. Moet ik alleen morgen echt heel rustig rijden. Want ik wil hem dan niet opmaken morgen. Ik wil hem gewoon daarop maken. Maar ja, dus dat. Kijk dan. Oh, je zag het net niet. Hij komt met zijn korte pootjes heel moeilijk de bank op. Dus ik ga het even mijn tweede bakje koffie opdrinken. Hoppa. Ik moet ook nog even wat boodschappen doen trouwens. We hebben bijna niks meer te drinken. En mijn koffie is op. Dus ik zit nu zwarte koffie te drinken. Met melkpoeier. Echt bouwvakstijl. Maar ja, we gaan er gewoon weer tegenaan vandaag. Het ziet er lekker uit buiten, het zonnetje schijnt. Of het warm is, dat moeten we nog maar afwachten. Want het was de laatste tijd elke keer zo zonnig. En dan kwam je buiten en dan was het fucking koud. Maar ik denk dat het wel lekker is. Dus ja man, we gaan er gewoon weer voor. Alright guys, change of plans. Gebeurt nogal vaak bij mij, change of plans. Want ik ben niet zo van het vooruit plannen. Koen kan niet vandaag, die is de stad uit. Dus Happy Duck met Kapkoen Kap gaat hem niet worden. Sabri Kap Kap Koen. Luciano, subscriber van me en goeie gabber. Die kwam naar het TT-circuit Emmen om te kijken hoe we daar gingen racen. En die heb, volgens mij anderhalf jaar geleden of twee jaar geleden. Hij doet zeg maar motors detailen, maar voor de hobby. Niet als zaak, gewoon voor de hobby. En hij heeft de motor van Remco Hendriksen gedaan, als ik het goed zeg. Remco is van Tijgerledders. Tijgerledder is een van de beste, of misschien wel de beste zadelmaker van Nederland. Custom zadels. Heeft ook mijn huidige zadel gedaan. Mijn huidige zadel zit er al, ik denk... Nou, wat zal het zijn? Dat ik die al 4 jaar heb of zo. Van mijn vorige motor meegenomen naar deze motor. En hij had toen een nieuw stoffie binnen, wat hij even wou proberen bij me. Dat stoffie heb ik niet volgehouden, dus die heb je ook gelijk weer eruit getiefd. Maar voor de rest het werk, het stikwerk en het logo wat hij erop heeft gemaakt, of de tekst en alles. Perfect, zit er allemaal nog steeds hartstikke mooi op. Maar Luciano kwam naar me toe en die zei, jongen, als jij een nieuw zadel wil laten maken, ik krijg van Remco nog een zadel, laat jij hem maar maken. Want hij blijft elke paar maanden wisselen van motor, Luciano. Dus Luciano, dikke shout-out naar jou, thanks again. Ik heb net even Remco gebeld, die is op de zaak vandaag. Dus ik ga nu lekker snel douchen. En dan scheur ik naar Den Haag toe, naar Tijgerledders. En dan gaan we even het een en ander bespreken wat ik op mijn zadel wil hebben. Want ik wil wel YouTube logo, Pompert Live erop en een beetje reclame voor mezelf. Dus dat gaan we doen. Ik ga snel onder de douche springen. Hun zijn weer knocked the fuck out.
Kijk even, met die oren. Geweldig. En hij ligt ook lekker te stinken daar ook. En die ballen ook van hem. Abnormaal. Dus ik ga even snel douchen. Dat ik niet meer stink ook. En stinken sowieso, maar dan stink ik niet meer. Zet mijn haar even een klein beetje christelijk. En dan pompen we richting Den Haag. 070 achter de duinen. Groen-gele pompart. Ik zie jullie zo meteen bij je tageledders. Waarom altijd als ik uit de douche kom, ga jij voor me staan en ga je aan mijn benen zitten snuffelen en me proberen gelijk weer onder te kwijlen? Kan je me dat uitleggen, pik? Ja, tuurlijk. Ik ben net schoon. Hou op, man. Anders pak ik je bij je dikke wang zo. Trek ik aan je dikke wang. Niet op mijn broek kwijlen ook. Hallo. Hallo. Aga, kom niet op bed met zijn korte pootjes. Van die korte pootjes. Dat redt hij niet. Hou op. Dit is echt vaste routine dit. Als ik me probeer aan te kleden, dan klimt deze lul bovenop me. Oké. Doe me pijn met je nagels. Oké, hij is er. Hou op, ik ben net schoon. Wat een eikele stein, jongen. Ongelooflijk deze hond. Het is elke dag hetzelfde liedje. Huh? Hallo. Is er niet normaal dit? Hallo, hou op. Hou op. Wil je nog wat zeggen tegen YouTube hoeveel je van je vader houdt? Pikkie, hè? Nou, ik ga hem maar snel even aankleden. Kijk even die snelle kapsel. Woehoehoehoe. Zeer vlotte koep houden. Hou op jij. Nee, hij had een lange lap van je binnen. Ik ga hem even snel aankleden. Is echt niet normaal hoor, dit, mo. Hij is niet zo knuffelig. Nee, niet likken. Gewoon chillen. Dus ik ben gewoon mijn broek aan het aantrekken. En die lul zit gewoon met zijn hoofd op mijn schouder. Hoor je wat? Waar komt, hè? Dit is een normale gang van zaken hier in huis. Daarom duurt het voor mij altijd zo lang om me eigenlijk klaar te maken voordat ik de deur uit ga. Flip, je zegt altijd, je bent altijd te laat. Als zeg je 9:30 komt hij 10:00 aan. Nu weet je waarom. Als ik gewoon zo 5 minuten blijf zitten, blijft hij ook gewoon zitten. Niet likken. Nee, niet likken. Ik ben net schoon. Niet doen. Moet hij nog gelijkjes maken ook. Ze zijn zo gevaarlijk, jongen, die pitbulls. Het is echt niet te doen. Hou op. Hij stinkt ook uit zijn mond. Moet ik een pepermuntje pakken voor je? En dit is een wedstrijdje, wie houdt het langste vol? Maar ik weet zeker dat hij gaat winnen. En zijn hoofd leunt ook echt zo op mijn schouder. Het is niet dat hij hem omhoog houdt of zo. Kijk, camera. Camera. Zeg dan wat tegen YouTube, man. Nou, ik ga hem even eraf gooien en mij klaarmaken. Nou, ik ben helemaal ingepakt, ready. Ik heb mijn Refit Kevlar broek aan. Nu gaan we alleen nog even die buiten zetten. Die naar binnen toe sturen. En dan rijden we richting Tiger Ladders. Ja hoor, we hebben het gehaald. Tiger Ladders. Ik ben er nou. Gelijk even lekker een bakje koffie, daar hou ik van. Ik heb al het een en ander besproken. Ze gaan even kijken voor me wat mogelijk is. Dat moet natuurlijk niet te klein worden. En dan, zoals jullie kunnen zien, ze doen meer dan alleen zadels, jassen van maken, custom jassen. Eigenlijk alles wat met leer en stof te maken heeft, dat kennen ze wel. Dus even afwachten, ik ben benieuwd. Echt, ja man, veel te lang op gewacht. Want dit zadel is gewoon, het begint nu ook hier al echt te scheuren. Dus was wel tijd voor een nieuwe. Oké, guys, we hebben even besproken wat we gaan doen qua ontwerp. Nogmaals, dikke shout-out naar Luciano van Bikeshine. Want van hem krijg ik mijn zadels, zoals ik al zei. Wat wel heel leuk is, ze gaan het nu laten maken. Het wordt mooi erop gestikt en zo. Wat moeten jullie nog even verwachten om te kijken wat het is. Maar dan kom ik terug en dan ga ik samen met Remco gaan we het zadel in elkaar zetten. Dus laat ik jullie zien hoe ze het helemaal in elkaar zetten en doen. Dus dat is wel, wordt wel tof, denk ik. Dan ga ik nog eventjes even chillen met die boys. En dan rijd ik lekker richting huis. Hondjes uitlaten, boodschapjes doen, jullie kennen het wel. Maar stay tuned. Ik ga jullie helemaal laten zien van A tot Z hoe het zadel in elkaar wordt gezet. Dus lijkt me wel interessant. Oké, dan, we zijn weer helemaal ingepakt. Nogmaals, dikke shout-out naar Tiger Ladders. Volg ze ook eventjes op de Instagram en de Facebook.
En dan gaan we weer lekker richting huis scheuren. Boesha ready? Ah, je gelooft het niet, het is een beetje veel herrie, want ik sta langs de A4. Ik bel Max op, ik had net gezien dat hij in Haarlem is. Ik zeg, waar ben je? Zegt hij, ik ben in Den Haag. Ik kom net van Den Haag, normaal ben ik daar nooit. Dus Max is onderweg naar hier, gaan we even broodje eten bij Dilek. En daarna wil ik even langs Biker Outfit het eindoordeel filmen over die Refit broek. Die video zal waarschijnlijk online komen voor deze video. Dus nu is het even wachten. Maxime komt daar zo vandaan en dan gaan we naar Dilek Chicken. Ja hoor, daar is ze hoor, eindelijk. Het heeft even geduurd hoor, hey. Rij je 90 of zo man. Het Anifo. Heftige crash op de A4. Twee bikes. Wat, deze kant op? Ja, gaat. Twee bikes en twee auto's. Heb je het gezien? Ik heb het gezien. Tering. Ik ga nu even snel kijken op Ja, ik las het al net. Ik kreeg al een appie door. Bandje houdt goed vol, hè? Ik heb voor- en achterband opgesteld. Voor- en achter. Ja hoor, die luk. Oké, guys, weer een planswijziging. Change of plans. Het valt me nu wel op hoe vaak ik wijzig van plannen. Maar goed, ik was net bij Dilek Chicken met Flip en Max. En toen kwam ik erachter dat. Ja, voor kering is lek. En we moeten zaterdag naar ROC. Dus we zijn weer bij Rustig Racing. En die schoor hem daar, oh jongen. Hey, yo, hey, yo. Rustig Racing, ga niet stunting. Hey, yo. Volg deze man ook even op Instagram. Link is in de beschrijving. Ga niet stunting, jongen! Dus ik ben gelijk naar Raukema toe gereden. Dat is zo'n motorwinkel sloop hierachter. Heb ik nieuwe voorkeringen gehad. Hier liggen de keringen. En nu gaat Jantje het voor me fixen. Flip is naar hier gekomen met de DRZ. Een dode beest. Kijk hier. Ik dacht met mijn kap nou kapot, maar er zit gewoon een dode beest hier. Ook. Dus Flip is met de DRZ gekomen. Die gaat me zo een slinger naar huis geven en dan moet ik om 5 uur weer werken. Dus het wordt allemaal even een beetje haasten. Maar die voorkering is in ieder geval gemaakt voor zaterdag ROC. Want het lekt ook een beetje op mijn rem en zo. Het blijft een beetje eng. Dus dat is dat. We gaan zo meteen naar huis hondjes uitlaten. En dan sluit ik wel even de video af. Oké, guys. We zijn weer onderweg. Als eerste even dikke shout-out naar Flipmode. Want Supermoto saves the day. Nou, voorkering is lek van de Boesha en Flup zegt geen probleem, ik haal je op bij Jan, ik breng je naar huis en dan pak je mijn bike en dan pak ik de pompertbus. Dus nogmaals echt Flup, thanks again man, anders moest ik weer nu met de bus naar mijn werk of met openbaar vervoer, echt geen zin in. Dit scheelt zoveel tijd en zoveel kosten, dat is niet normaal. Volgen jullie Flipmode trouwens al op social media, ga maar. @PhilipHedder, volg hem op Instagram, @PhilipHedder, de link staat ook in de beschrijving. Zijn dochtertje heeft trouwens de eerste scrapie gemaakt met haar elektrische pompertmobiel. Dus check even zijn Instagram, volg hem eventjes, dan kan je die foto ook even zien van Haley die net zoals mij haar kenteken moest tunen. Maar dat maakt niet uit, dat regelt ze gewoon eventjes. Tweede dikke shout-out naar Rustig Racing Garage. Volg hun ook eventjes. Jantje op Instagram, dat is Jens' persoonlijke pagina. En Rustig Racing Garage is de pagina van de shop. Ik bel hem op, ik zeg luister gehad, maar voor de kering is lek. Zaterdag is ROC, dat is er geen probleem. Haal die keringen, ik fix het morgen gelijk voor je en dan kan je zaterdag gewoon veilig rijden. Fucking baas! En ook even shout-out naar Galit Stunting, want hij heeft een gekke baard opeens. Hij lijkt mij wel vorig jaar. Wajo. Galit Barba Stunting is het nu. Wat een pompertje. Ik heb het al eerder gezegd voor de nieuwe mensen. Galit is een van de beste, zo niet de beste stuntrijders van Nederland. Hele jonge guy, kan echt wel wat support gebruiken, want dat krijgt hij bijna niet van bedrijven, omdat de stunts zien gewoon, ja, zo goed als niet bestaat in Nederland. Maar hey, als wij hem allemaal gaan volgen op Instagram, kan hij misschien daar wat deeltjes uitslaan. Dat zou wel top zijn voor hem, kan hij goed gebruiken. Want ja, ik weet niet of jullie het weten, maar met stuntrijden sloop je gewoon altijd je motor. Dat gaat gewoon kapot. Smeren is in de nieuwe B-serie. Dus ja man, Jantje gaat eventjes de bike fixen en dan kunnen we zaterdag gewoon veilig op weg met ROC. Want waar ik gewoon bang voor ben is dat die olie uit mijn voorvork, het zit sowieso op mijn remklauw en dan komt het op mijn remschijf. Dan heb ik nog maar één schijf voor om te remmen. En ik ben gewoon bang dat die olie op de zijkant van mijn band komt, dat ik in een bocht ga en dat ik in één keer onderuit glijd. Misschien is het ver gezocht, maar
Ja, het hoort natuurlijk niet lek, dus is het ook lekkerder als het gewoon gefixt is. Helemaal met zo'n grote ride-out, allemaal lipo's, mafkezen. Misschien moet je nog een paar keer goed je rem intrappen of inknijpen. Oh ja, kijk die strepen hier. Huts en Niffo. Nu ben ik vol aan het planken naar werk. Wel lekker dat ik die bike warm heb gekregen van Flip. Ik heb spiegeltje getuned, kan ik weer wat zien onder mijn arm door. Oh, voelt wel weer lekker hoor, terug op de DZ. Oh, wat een lekker ding jongen deze bike. Ik moet wel eerlijk zeggen, net dat ik achterop zit bij Flip, of dat ik achterop zat bij Flip, ik ben sowieso een fucking slechte passagier, maar het zat niet echt comfortabel hoor, hey. God, de tering. Ik reed trouwens eergisteren naar werk toe en toen was het stoplicht hier op rood, moesten we allemaal wachten vooraan. En toen hij op groen sprong was ik als eerste weg, trok ik een gekke streep. Even kijken of we die streep kunnen vinden. Ja, hierop. Zie jullie hem hier onder de brug door? Hier gaat hij nog, hier gaat hij nog. Lekker puk. Dus ja, nu weer werken. Normaal werk ik of 9 tot 5 of 5 tot sluit. Nou, 5 tot sluitje is het vandaag, dus ik ben vanavond om 12:30 of zo thuis. En dan morgenochtend breng ik vast een band naar Jan. Want ik zou morgen met Flip mijn band gaan vervangen. Maar omdat Jan morgen de hele dag bezig is en ik morgenavond weer moet werken, gaan we dat niet redden. Dus dan breng ik morgenochtend een bandje naar Jan. Dan kan hij die ook vast erop zetten, dan is de bike helemaal klaar. En dan haal ik hem morgenavond of zo wel op naar werk. Ik moet even kijken of Flip haalt hem voor me op met de pomperbus. Moet ik even vragen aan hem. Want zaterdagochtend gaan we vroeg vertrekken. Flip zijn bike erin, ga eens de mobiel erin. En dan mijn bike erin met z'n drietjes. En dan spreken we ergens af langs de snelweg. Met nog een groep jongens van Nederland die met de bus gaan. Zoals Swavy. Volg hem ook eventjes op Instagram. Link staat in de beschrijving. Een van de beste quad stunters, mag ik wel zeggen, van Nederland. Hij doet ook wat dingen met de motor hoor, maar meer met de quad. En dan spreken we af met Swavy. Met Maher, a.k.a. Maheri, met wie we ook in Santapot waren. En dan rijden we zo met z'n allen richting Antwerpen. Ik ga je er niet op wachten, jongens. Stel ik je slome duikelaars. Groen? Lekker pik, alles zit gewoon mee. Zit hij nou handgebaren te maken, deze? Konijn. Oh, zo lekker boys. Deze drempels voel je gewoon niet eens met deze DZ. Met de Busa moet ik heel rustig. Ik ga wel even om deze Big Mama heen. Kijk, deze drempels zijn zo kut met de Busa, maar zo leuk met de DZ. Hoppa, nog een keer een hoge. Hoppa, huts aan hem. Als lopen jullie even midden op de weg, boys. En dan sta jij in het midden van de rijbaan. Schuif op man met je kut Nissan. Smeer eens. Thanks man. Sorry man, dankjewel. Hier een handhaving. Tyfuslijst hebben me pas geleden weer een boete gegeven voor tegen het verkeer inrijden. Alright fam, we zijn weer op de walletjes. Ik ga lekker werken. Vergeet jullie niet eventjes te liken, te reageren en te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zien we jullie next time. Later! Nog meer handhaving. Lang net of ze die pakjes gratis weggeven, man.
tering, hoe bedoel je, ik wil aandacht. Zagen jullie dat eventjes? Weet je wel, twee knoppen van de radio waar ik aan moest draaien. Ik had het eigenlijk even moeten doen. Alrighty YouTubes, 8 uurtjes zitten er weer op. Dan gaan we lekker richting huis. Nan appte me dat ze helemaal kapot was of ik die hondjes uit wil laten. Nou, dat gaan we natuurlijk eventjes doen. Maar wat ik vergeten was te zeggen eigenlijk vanmiddag, onderweg naar werk in al mijn haast, is dat de voorvorkpoten die ik nu in mijn boezem heb zitten, die waren eigenlijk al leenpoten. Dus de poot die nu lek is, is een leenpoot. Ik had toen al een keer een lekke voorvorkering. En toen hebben we mijn eigen voorvorkpoten zwart laten anodiseren. En zou ik naar HKS Suspension gaan, volgens mij is het HKS, om progressieve voorvorkvering erin te laten zetten met die zwarte geanalyseerde poten. En waarom zwart, vraag je je af? Nou ja, standaard is goud, dus elke Gen 2 Boosa heb goud erin. Ik word even afgeleid. Elke Gen 2 Boosa heb goud erin en ik vind het gewoon leuk om anders te zijn, vandaar dat ik dacht van nou, dan maak ik ze gewoon zwart, all blacked out op mijn bike met die rode accenten. Dat lijkt me wel wat. Kom op man, kutwoud. Maar goed, nou heb ik zaterdag die ROC-rit. Dus voor zaterdag moet gewoon mijn bike gedaan worden. Dus ik denk, fuck it, ik gooi gewoon eventjes nieuwe voorvoorkering in. Kan ik in ieder geval rijden. Ay, Rasta! Hoe is ie? Cool? Altijd goed, man. Deze man is echt een soldaat, grap. Ik heb die man nog nooit chagrijnig gezien. Toen ik vroeger bij de boerenjongens werkte, kwam hij al altijd als klant. Hij rijdt relaxed met zijn skateboardje door de stad heen. Verkoopt hij zijn nieuwe cd'tjes en dingen wat hij heeft gerapt en gezongen en weet ik veel wat allemaal. Maar goed, over progressieve voorvorkvering. Ik heb dus één keer een bike gereden. Dat was mijn lanebike voor volgens mij de Dutch Rideout of zo. Of ROC, ik weet het niet meer. Voor mij ROC. Had ik van Joost Solder, had ik zijn Boosa geleend. En dat was een Gen 1. Nou, Gen 2 stuurt sowieso al beter als Gen 1. Maar dat was een Gen 1 met progressieve voorvorkvering erin. En dat race zo lekker. Dat stuurde zo goed. Dat ik bij mezelf dacht van ja man, ik wil ook zeker nog eens een keertje progressieve voorvorkvering in mijn Boosa laten zetten. In die voorvork. Nou was het eigenlijk al de plan om dat te doen ten tijde van het verlengen van mijn motor. Zeg maar toen de beeldseries bij Benny nog volop bezig was. Oh fuck me, i-tunnel is dicht, moet ik helemaal omrijden, daar krijg je toch de pestpleurs van. Maar goed, dat is er toen nooit van gekomen. En nu moesten we wel die voorvorkering vervangen, dus ja, fuck it, we doen het gewoon. En dan ga ik in de toekomst alsnog wel een keertje langs HKS om progressieve voorvorkering te laten, voorvorkering wil ik zeggen, progressieve kering. Progressieve voorvorkering erin te laten monteren. Want het reed gewoon zo goed, dat was echt een hele eye-opener. Hele grote eye-opener moet ik zeggen. Kijk dan boys, Scheepvaartmuseum. Mooi hoor, zo 's nachts. DR6'je man, ik heb hem wel gemist. Je hebt voorrang pik, rij dan gewoon door. Is er nou eentje met zijn lichten zijn achter me? Ja, dat lijkt volgens mij maar zo. Maar DRZ'je man, ja man, ik heb hem gemist. Echt een leuke funbike. Het rijdt ook weer zo licht, stuurt ook weer zo licht vergeleken met die Boosa. Ik mis wel die power. Ik kreeg net ook een DM'tje op Facebook van een goede kennis van me, Brian. Brian, dikke shout-out naar jou. Die zegt, hé hey broeder, luister, neem eens wat tips aan van een Antilliaan die al drift vanaf zijn 15e. Graag. Ik neem altijd tips aan van mensen die even wat verder zijn met wat ik aan het leren ben. Met drag racen ook hetzelfde verhaal. Schuif op jullie konjo's. Hij zegt, je moet proberen om niet zo hang zo aan het gas te hangen. Probeer hem gewoon constant te houden. Hij zegt, die gas heb je alleen nodig. Je moet hem sowieso constant houden, die gas. Maar dat meer en minder gas is eigenlijk alleen om te corrigeren. Dus meer gas breekt hij uit en minder gas, dan hou je hem wat dichter. Hoe noem je dat? Dan gaat hij wat rechter weer, zeg maar. Dus jammer dat ik nu niet op de Boosa ben, anders kon ik het gelijk eventjes oefenen. Want die band die ik nu heb moet toch op en die moet toch morgen gewisseld worden. Dus dat.
Maar het is niet anders, ik ben al lang fucking blij dat ik de boezem of dat ik de DSZ mocht lenen. Maar dat vind ik altijd wel tof, weet je, als mensen me tips en tricks geven, ook met drag racen. Shit, ik ben nog maar zwaar een beginner met drag racen. En als mensen die dan al langer racen mij tips geven, dan luister ik daar graag naar. Want ik kan nog genoeg leren. Dit is wel even wennen trouwens, ik rijd nu met donker vizier en zoals jullie zien, het is donker. Het is black on black on black. Wat gaan we niet zeggen, Piet Hein tunnel ook dicht. Piet Hein tunnel dicht en Ei tunnel dicht. Nee, Piet Hein tunneltje is open. Die was wel dicht trouwens, een paar weken geleden. Maar ik rijd de laatste tijd heel veel met die systeemhelm naar werk heen en weer. En dan heb ik gewoon blanco vizier en een zonneschermpje erin. En nu hebben we gewoon geen keuze, het is all black. Ik ga jullie even een armpje geven. Die maken zo meteen een smakker, jongen. Ik hoop het niet voor ze, maar ik zie het zo gebeuren. Het stuurt ook zo makkelijk dit, jongen. Ik moet echt even wennen weer. Eén ding is wel chill. Je rijdt niet heel makkelijk te hard, zeg maar, met deze motor. Met Boesa ook, jongen. Vandaag in de Tiger Ladders. Even een paar gas geven op de snelweg en je rijdt 220, 240. Alsof het niks is. En met dit hier, nu hebben we gewoon al, ik geef vol gas in z'n 5 en we rijden net aan 130. En dat duurt ook wel eventjes. Maar het is wel een fun smackeroo en smijteroo fiets. Lekker gooien. En ik blijf het zeggen, hoor, er staat trouwens een mooie DRZ-S te koop nu op dit moment. Met de crosswielen en supermotardwielen erbij. En geen DRZ-SM vanuit fabriek, maar een DRZ-S. Dus dat is zeg maar de enduro versie en dan met supermotor dingetjes erbij. Maar die vraagt nog steeds gewoon 25 mijl. Die bikes zakken gewoon niet in prijs. Ja, dit is echt zo licht, jongen. Ik moet echt weer even wennen. Als je diezelfde kutauto achter me. Maar die moet ook gewoon omrijden voor de eitunnel natuurlijk. Ik heb trouwens dus vanmiddag voor het eerst achterop de DRZ gezeten. Omdat Flip me een slingertje ging geven. Maar dat is wel even, hoe noem je dat, behelp hoor. Hey. Hij had natuurlijk die stuntbeugel achter met die twee stangetjes die uitsteken. Nou, daar kon ik me eigenlijk dan goed aan vasthouden. Maar je zit echt helemaal zo met je benen zo in je nek. En heel ik zat bijna achter het zadel in plaats van op het zadel. Ja, het was echt... Het was nu veel soeps, maar ja, dit is ook geen bike waar je met z'n tweeën mee gaat rijden. Het is leuk dat het kan. Dus in nood kan je een keertje achterop, zoals ik vanmiddag. Maar nee, het was niet comfortabel. Kijk, hier even een boot gaan. Tering, lange klappen. Dekterras, alles aan NIFO. Huts aan NIFO. Misschien dat we morgen wel even langs Sloterdijk liggen. Misschien dat we morgen wel eventjes langs Sloterdijk rijden. Jullie merken dat ik moe ben, hè? Ik verspreek me eigenlijk al 65 keer, geloof ik. Er ligt me een super jachtjongen daar, oh, nou bij Sloterdijk. Wauw. Abnormaal! Allebei de kanten 4 uitlaten, maar echt zulke klappers van uitlaten. Er kan gewoon een mens in verdwijnen. Fucking dik ding. Misschien dat ik die morgen wel even laat zien aan jullie. Ik wil ook trouwens morgen naar Jantje toe gaan en om een band te brengen die we dan gelijk kunnen monteren. Maar ook om eigenlijk even te filmen hoe we die voorkering vervangen. Dan kunnen jullie ook even zien hoe dat er naartoe gaat. We kunnen dus als het goed is gewoon één poot eruit trekken. En die poot open trekken, nieuwe kering erin, nieuwe olie erin en dan dichtmaken. Doe maar dichtmaken, ja. Pepeau. En dan is die weer getuned. Dan kunnen we weer pompings morgen. Oei, vol die power, nef, au!
Bijna driftings. Hop, 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 hop. Oh. Hoe laat is het eigenlijk? Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Het is 12:02. Mooie tijd. Morgen weer om 9:00 ochtends een afspraak. Jongens, dat is het harde leven van een YouTuber. Gewoon je normale baan werken tot 's avonds laat en 's ochtends vroeg gewoon weer afspraken. Tenminste, niet van een YouTuber. Als je YouTuber bent, dan kan je ervan leven. Een aspirant YouTuber, moet ik zeggen. Upcoming YouTuber. Ik ga nu trouwens voor de tweede keer uitbetaald krijgen door YouTube. Ik heb deze maand, zie ik, verspreek me eigenlijk nu voor de 66ste keer. Ik heb deze maand heel veel extra geüpload. Dat zullen jullie wel gemerkt hebben. Mijn vaste schema was woensdag, vrijdag en zondag. Ik probeer nu maandag erbij te pakken, zaterdag erbij te pakken. En gewoon 4-5 keer per week te uploaden. Want zoals ik al gezegd heb, als je wat wil en je wil groeien, dan zal je er gewoon hard voor moeten werken en veel video's moeten uploaden. Dus vandaar dat ik dat aan het doen ben. Maar de teller staat deze maand, want ik heb de vorige keer dat ik uitbetaald heb gekregen, was het totaal over de afgelopen 3 jaar. Toen heb ik ze voor de eerste keer uit laten betalen en toen kreeg ik €500 of zo. Nu is het zeg maar een maand geleden hebben ze uitbetaald, nu gaan ze weer uitbetalen. Dus dat betekent alleen over deze maand. En de teller staat op €116 op dit moment. Ook omdat ik zeg maar heel veel extra heb geüpload, anders was het misschien, ja weet ik veel, 80, 90, misschien 100 geweest. Nee, als we dat vol kunnen houden, het begin is er. Dan nog verder uitbreiden, tot ik op een gegeven moment hopelijk echt kan leven van YouTube. En dan zal ik nog wel erbij blijven werken hoor. Om wat extra centjes gewoon te verdienen. Want die projecten die ik allemaal wil gaan doen, ja, dat gaat gewoon veel geld kosten. Grom kopen, boezen, allemaal dingen aandoen, noem het maar op. En uiteindelijk als we nog meer gaan verdienen, hopelijk. Dan kunnen we echt stoppen met werken. Of nog maar 1 of 2 dagen werken. Dan hebben we genoeg tijd om lekker evenementen af te gaan, ritten te doen en zo. Deze man zit me toch te bumperen, jongen. En achter me de hele tijd. Bloedirritant. Nou, geeft hij in ene gas. Is het maar geen smeren, zus. Ik wil ook niet wegrijden met Flip's bike. Nee, hij is pleiten. Ik denk dat hij nog even snel naar de coffeeshop toe moest voordat hij dicht ging. Alright fam, de dag zit er weer op. Ik ga lekker de hondjes uitlaten, nog even editen en dan mijn nest in. Morgen vroeg op. Ik pak gewoon morgen om 9:00 weer de camera erbij. Ik ben al iets van 5-6 dagen achter elkaar aan het vloggen. Dus ik zie jullie morgen. Vergeet niet te liken, laat een reactie achter. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zien we jullie next time. Later!